Op woensdag 27 april is het Koningsdag. En natuurlijk is dan het Oranje Comité heel, heel erg actief. We praten erover met Kees van Dongen, een van de bestuursleden. Nou Kees, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, we hebben dit jaar weer een vol programma. Het is toch mooi dat al 70 jaar lang de traditie er is dat een Oranje Comité, samengesteld vanuit de samenleving, iets feestelijks doet. Het is ook een dag voor de hele gemeenschap. We beginnen traditioneel met de vrijmarkt, de kleedjes. Dus vanaf 's ochtends vroeg tot 's middags 3 wordt het speelgoed van de zolders weer gehaald en al het andere. En dat een hele leuke sfeer waarin heel Oosterwijk elkaar ontmoet, oud en jong. Nou, ook dit jaar gebeurt dat weer. En we hebben dit jaar de Loven ook gevraagd om dat voor ons te organiseren. We werken altijd samen met verenigingen daarbij. Dan hebben we dit jaar toch wat andere elementen. We hebben niet de traditionele versierde fietsjes, maar we hebben ervoor gekozen om om 11 uur op het Lindenplein, omdat we ook daar graag wat betrokkenheid willen organiseren, een ballonnenwedstrijd, feestelijke wedstrijd met oranje ballonnen. 70 jaar Oranje Comité is het thema, waarbij het bekende procedé is kaartje invullen en degene die het verste komt, die krijgt natuurlijk een mooie prijs. Ja. Dus dat wordt denk ik een hele feestelijke start, met hopelijk een hele hoop oranje ballonnen die dan weggaan. Vanaf 11:30 hebben we een gastoptreden. Ook daarvoor vragen we altijd een Oosterwijkse vereniging. En dit jaar zijn dat molenzangers die een ontzettend leuk optreden gaan geven bij ons op het Lintijnd, op het podium. En dat zal tot ongeveer 11:45 duren. En om 12:00, want in die zin is het een dynamisch programma, hebben we weer wat voor de jeugd. We hebben Circus Pinoletta uit Tilburg. Die ze hebben vorig jaar ook gehad. En ja, die zorgen dat de jeugd qua circus even een kleine circusartiest worden. En ze mogen uiteindelijk ook met een optreden dat beëindigen. Dus een hele leuke activiteit voor jong en ook voor oud op het Lintijnd. Dan zou je zeggen, dat is al mooi, maar we hebben dit jaar toch nog wat extra's gedaan, want 70 jaar is toch een feestelijk programma. En vanaf 1:00 start de Oosterwijkse cupcake-wedstrijd. En dat betekent, de komende weken worden overal formulieren verspreid waaraan je mee kunt doen. Bedoeld voor de jeugd tot en met 12 jaar. En het thema is 70 jaar oranje. En wij hopen dat er heel veel creatieve jonge bakkers zijn die in de voetsporen willen treden van Robert van Beckhoven. En ze worden uitgenodigd dan naar de kiosk te komen als ze tenminste een inschrijfformulier hebben. En ja, dan worden ze beoordeeld door de jury. En het zal natuurlijk niet verbazen dat uiteindelijk om omstreeks 14:30 Robert van Beckhoven zelf kon beoordelen wie de beste cupcakebakker, de bakkerskoning of koningin wordt van Oosterwijk. Ja, en ontzettend leuk als activiteit. Dus het is een vol programma? Het is een vol programma voor jong en oud. En het is ook een feest van de hele gemeenschap. We vinden het leuk om verenigingen bij te betrekken. We vinden het leuk om de jeugd te trekken, de ouderen. En voor jong en oud is er daarnaast nog een tweetal optredens gepland. Dat is om 15:30 Ferry de Lint, een tegenwoordig bekende artiest, die weer de eigen doelgroep zal trekken. En om 16:45 nog een keer een gezellig Brabants feestje met René Schuurmans, die de toon zal zetten voor weer een gezellig vervolg daarna. Dus. En dat gebeurt allemaal op het Lindenplein? Allemaal op het Lindeind. Lindeind, sorry. Alles op het Lindeind. De ballonnenwedstrijd is op het Lindenplein, maar voor de rest is het op het Lindeind, zoals het eigenlijk altijd gebruikelijk is. En het enige wat we niet in de hand hebben is het mooie weer. Ja. Dus we hopen op een mooi oranje zonnetje en een echt een mooi feest voor de hele Oosterwijkse gemeenschap. Nou, we wensen je daarbij heel veel succes en we zien elkaar dan ongetwijfeld daar. Afgesproken, doen we. Dankjewel.